Eerst wilde de gemeente Lingewaard het wel, toen weer niet. En nu wil de gemeente hier toch boerengolf toestaan. In 2010 begon Cor van Meel achter zijn huis met het spelen van boerengolf. Het is heel weinig geluid. Net als de kinderen of de grote de bel erin slaan, dan krijg je geluid. Dan roepen ze een keer hoi of zo. En dat is het geluid. Maar volgens zijn buren ging dat gepaard met feestjes en die liepen behoorlijk uit de hand. Springkussens, barbecues, alcoholgebruik en misbruik. Het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Het was absoluut niet te doen. Toen bleek dat boerengolf volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan, vroegen de buren aan de gemeente om dit verbod te handhaven. Maar inmiddels bleek dat Lingewaard van plan was om het bestemmingsplan juist aan te passen en boerengolf voortaan toe te staan. Ik vond het onbehoorlijk bestuur. De gemeente wist dat wij er heel veel overlast van hadden gehad, maar hebben ons niet bij de ontwerpbestemmingsplanprocedure betrokken. Dus wij kwamen erachter toen het al opgenomen was en toen hebben we bezwaar gemaakt, ja. Snapt u hun bezwaar? Ik niet, nee. Nee? Nee, nee. Een mooi gebied, dus. Maar als ze hier een feesttent staat en mensen drinken en... Nee, en jullie... dat gebeurt niet meer, want daar krijgen we de vergunning niet voor. Toch hebben de buren er weinig vertrouwen meer in dat het dit keer blijft bij een onschuldig potje boerengolf. Dus zelfs als de gemeente het definitief toestaat, is het laatste woord er nog niet over gezegd. Dan gaan wij in beroep bij de Raad van State. Ja, er zijn heel veel fouten en missers gemaakt in het hele traject. Dus wij denken dat we dan wel een goede kans maken om duidelijk te maken dat dit anders moet.